Ik ben Thijs, de vlieger van Noisia. En we zitten hier in mijn studio, in ons complex, een studiocomplex in Groningen. Waar we eigenlijk 3 van dit soort control rooms hebben gebouwd. En dit is mijn hok. Met een boel rommel, want daar hou ik van. Daarom hebben we ze ook best wel groot laten bouwen. Qua akoestiek hoeft het niet zo groot, maar ik vind het fijn om wel wat spullen kwijt te kunnen. Mijn hardwarehoekje hier. Modular, TR-8, microbrood, mini-brood. En dit is een werk van Astrid Nobel. En het gaat over rust zoeken in een woelige wereld. Even kijken, hoe kennen we FabFilter? Volgens mij zijn we het gewoon gaan gebruiken. En we vonden gewoon het geluid prima, maar de interface was echt heel goed voor die tijd en is dat nog steeds. Ik vind het nog steeds ongeëvenaard. Voor FabFilter gebruik ik standaard Pro-C. Dat is onze sidechain compressor, omdat hij heel snel reageert. Pro-Q2, Go-To, EQ, super fijne interface. Gewoon, het is een hele makkelijke, overzichtelijke manier van mid-side processing. En ja, dit soort dingen als split. Split hij hem in links-rechts of mid-side, hangt er vanaf hoe je hem hebt ingesteld. En dan kun je nu dus het mid boosten en side cutten. Super handig allemaal. Pro L samen met Ozone Maximizer. Gewoon de 2 limiters die wij gebruiken. Wat heel leuk is aan Pro L is als je Alt inhoudt, je sleept die gain omhoog. Dan moet je letten op het output volume. Dan gaat het output volume mee. Dus dan krijgen we wel die gain. Maar dan wordt hij zeg maar gevolumet, zodat je kan horen van komen er artifacts? Of klinkt het nu beter omdat het luider is? Of klinkt het beter omdat die limiting goed is? Zo kun je goed de sweet spot vinden. Nou, ik ben de laatste tijd heel ik heb eigenlijk 3 projecten gedaan, waarvan 2 onder 1 project vielen met het Noord-Nederlands Orkest. Het project heette NNO in the Club. En toen zijn we gewoon gaan zitten van ja, wat gaan we dan doen? Dus toen dacht ik van, ik moet gewoon iets hebben wat mij een reden geeft om bepaalde, een soort van verloop van emoties. Maar ja, wat is dat dan? En toen dacht ik, een sci-fi film over aliens. Dus ik heb toen in het diep geheim een scenario geschreven van een kwartier. Oké, dan gebeurt dat. Nou, dan ga ik nu met dat in het achterhoofd een stuk muziek maken. En dat is een soort van ja, Hollywood soundtrack geworden voor een klein klassiek ensemble. Wat voor mij heel moeilijk, maar heel erg leuk was. Ik vind het gewoon heel fijn dat ik dat gedaan heb en gedurfd heb, zeg maar. Dit is Action Team 2. Dit is echt de climax zeg maar, aan het einde. Drum en bass geluiden. Super Hollywood strijkers, lagers. Nu even de drum en bass solo. Dus, het is ook heel erg oldschool noise die we eigenlijk verder niet meer doen. We wisselden de hele tijd van drumkit en de gekste edit zeg maar, achter elkaar. Die totale chaos-energie wilde ik weer eens naar voren halen.
mooiste aan het hele project vind ik de ervaring van jezelf in een project gooien. Niet weten of je het kunt. De mensen niet kennen met wie je het gaat doen. De aarzeling, kan ik dit wel? Moet ik dit wel doen? En dan gewoon zeggen van fuck it, ik ga het gewoon doen.